Maatschappij lid 2, criminaliteit, hoofdstuk 9, verloop van een rechtszaak. Een rechtszaak moet je eigenlijk zien als een soort vergadering. Het is wel eentje waar besloten wordt over het schuld of onschuld van een verdachte. En er zit natuurlijk ook eventueel een straf bij. Dus het is wel een hele heftige vergadering. Om zeker van te zijn dat iedereen aan het woord komt, is er een vaste indeling van een rechtszaak. Een rechtszaak speelt zich natuurlijk af in een rechtszaal. Rechtszalen in Nederland hebben meestal een vaste indeling, waarbij iedereen een vaste plek heeft. Ook hangt in elke rechtszaal een afbeelding van het staatshoofd, in dit geval dus koningin Beatrix, omdat je terecht staat ten opzichte van de Nederlandse staat. We beginnen natuurlijk altijd een rechtszaak met de opening. Die wordt gedaan door de rechter. Hij of zij controleert, vertelt dan het volgende. Controleert de persoonsgegevens van de verdachte. Je vertelt dat de verdachte goed moet opletten en dat de verdachte niet verplicht is tot antwoorden. Je hebt immers het recht om te zwijgen. Dan de aanklacht. De aanklacht wordt voorgelezen door de officier van justitie. Hierin staat waarvan je beschuldigd wordt, waar en wanneer het strafbare feit heeft plaatsgevonden. Nu begint eigenlijk de echte rechtszaak. Het getuigenverhoor. De rechter, de officier van justitie en de advocaat mogen getuigen ondervragen. Mogelijke getuigen zijn ooggetuigen, forensisch onderzoek of bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater. Het is belangrijk om te weten dat je niet mag liegen als getuige. Als een getuige onder ede staat en je liegt toch, dan pleeg je meineed. Daarvoor kun je in Nederland maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen. Liegen is dus niet verstandig tijdens een rechtszaak. De verdachte mag wel liegen. Het verhoor van de verdachte. Deze wordt ondervraagd. Hij staat niet onder ede en hij mag dus liegen, zoals net al gezegd. Hij wordt ondervraagd door de rechter, de officier van justitie en door zijn eigen advocaat. Zijn advocaat zal natuurlijk proberen aan te tonen dat hij onschuldig is. Het requisitoor is een mooi woord voor het slotpleidooi van de officier van justitie. Daarin zit hij alle feiten nog een keer op een rij, geeft zijn mening erover en zal eventueel een straf eisen. Dan komt het pleidooi. Het pleidooi is eigenlijk een beetje hetzelfde als het requisitoor van de officier van justitie. Het is het laatste woord van de advocaat. Hij zal je natuurlijk proberen aan te tonen dat de verdachte het niet heeft gedaan, bewijs verkeerd was of misschien dat de verdachte op dat moment wel ontoerekeningsvatbaar was. Meestal vraagt een advocaat om vrijspraak of strafvermindering. Stap 7. Het laatste woord. Het laatste woord is nog niet het laatste van een rechtszaak. Het laatste woord is natuurlijk voor de hoofdrolspeler in het strafproces en dat is de verdachte. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je onschuldig bent of dat het je spijt. Ten slotte komt er een uitspraak. De uitspraak van de rechter noem je het vonnis. Daarin wordt eerst de belangrijkste vraag beantwoord. Ben je schuldig of onschuldig? Ben je schuldig bevonden, zal de rechter ook aangeven wat de straf precies is.